Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Streekziekenhuis Koningin Beatrix. In Sportspreekuur volgen wij iedere week artsen en patiënten van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk. Vandaag nemen we een kijkje bij een knieoperatie en zien we hoe een probleem met de meniscus wordt opgelost. Heb je daar normaal geen last van? Nee. Vorige week zagen we dat Ramona Peters klaar werd gemaakt voor haar operatie. Ze heeft problemen met de knie en uit de MRI-scan is gebleken dat haar meniscus niet meer goed is. Vandaag gaat dokter Van Tiel dit probleem met een kijkoperatie verhelpen. Nou, we beginnen vandaag met de kijkoperatie van de linkerknie. De patiënt met een sportblessure. Daar hebben we een MRI-scan van gemaakt en die gaan we nu opvragen. Om even nog eens een keer te kijken naar het beeld. Het probleem zit hem bij Ramona in de buitenmeniscus, daar gaan we dadelijk naar op zoek. Nou, als we dit beeld hebben gezien, dan weten we in ieder geval dat we praten over de patiënt met in ieder geval bijpassende scan. En terwijl Ramona verder klaar wordt gemaakt, legt dokter Van Tiel uit wat de problemen met de meniscus zijn. Als je nou kijkt hier op model, dan zie je hier de knie wat opengewerkt. En wat je nu ziet is in feite hier het blauwe gedeelte het kraakbeen. Het witte gedeelte hier de meniscus in beeld. Meniscus aan de buitenkant en aan de binnenkant. En hier zie je de kruisband lopen. Het is maar een klein structuurtje, maar ook zo belangrijk voor de stabiliteit van de knie. En zo'n klein structuurtje, zo'n klein bandje kan dan scheuren. En dat kan uiteindelijk dan heel veel klachten geven in de zin van instabiliteit. De praktijk leert niet alleen bij skiën, maar ook bij voetbal, dat zo'n kruisband en voetbal eigenlijk niet samengaat als het gaat om een echte blessure van de kruisband. Dus in geval van zeker de profsporter betekent dat bij een gescheurde kruisband dat je daar iets aan moet doen. Dat hoeft niet altijd zo te zijn, het hangt een beetje af van het profiel van de patiënt. Als de patiënt eigenlijk relatief weinig sport en geen al te belastende werkzaamheden heeft, dan kun je overwegen om dat niet operatief te behandelen. Dus we schakelen heel vaak de fysiotherapeut in. Dat betekent spierversterking en stabiliteitstraining, balanstraining. En als de patiënten dan geen klachten meer hebben van instabiliteit en we kijken de knie na en de instabiliteit valt mee, dan zien we vaak van de reconstructie af. Als dat niet zo is en als het profiel van de patiënt erg belastend is wat de knie betreft, dan overwegen we een reconstructie te doen. Hier eerst een toegang voor de canule die uiteindelijk zorgt voor de afvoer van de vocht. Met de ingebrachte camera wordt het duidelijk dat de meniscus in de lengte gescheurd is. Dokter Van Tiel haalt met een kleine schraper, die inmiddels ook in de knie is ingebracht, één deel van de meniscus weg. Hiermee wordt voorkomen dat de meniscus verder kan scheuren en voor meer problemen kan zorgen. De scheur van de buitenste meniscus, die hebben ze dan een deel weggehaald en weer mooi gemaakt dat hij niet verder kan scheuren of iets. En nu fysiotherapie en kijken hoe het verder gaat en hopelijk snel. Maar mijn knieschijf is ook niet helemaal optimaal. Die zit niet helemaal op de goede stand ofzo, dus dat moet ik met fysiotherapie trainen zodat dat weer sterk wordt.
Inmiddels is Ramona weer thuis. Het zal nog zeker 2 maanden duren voordat ze met fysiotherapie kan beginnen. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het streekziekenhuis Koningin Beatrix.